Dag Jelle. Hi. Hoe ben jij terechtgekomen bij Life in the Living? Nou, Rick Treffers, de organisator, de uitvinder van toch wel aardig en leuke concept. Die heeft mij overgehaald om het een keertje te proberen, want ik heb het heel lang afgehouden. En ik kan me herinneren dat jij ook wel eens een keertje gevraagd hebt, speel een nummer. En toen zei ik, nee, ga ik niet doen. Maar Rick is een vriend van mij en ik dacht van, laat ik het maar een keer proberen, weet je wel. En ik vond het echt vreselijk. Hè. Want ik dacht van, dit soort dingen, dat is wat ik thuis op de bank doe. Dat is mijn maakproces, weet je wel. En dat vind ik net even iets te intiem. Maar heb ik ook al gedaan, maar dan ook hartelijk bedanken voor het feit dat hij me eroverheen heeft getrokken. Want sindsdien heb ik het een paar keer vaker gedaan. En ik moet zeggen, ik vind het hartstikke leuk. Hè. Wat is hetgene wat jou aantrekt erin, nu? De angst die je had, dat intieme, kwam dat uit? Of hoe is dat op een gegeven moment? Nou, niet in mijn verbeelding, zeg maar. Want als ik met mijn gitaar thuis zit, zeg maar, dan kan ik echt heel... Dan speel ik heel zacht, zeg maar. En ook echt briljant, moet ik zeggen. Maar zodra het in een andere ruimte is, zeg maar, en je hebt het idee dat je hard moet of zo, omdat mensen je anders niet kunnen horen, dan... dat is een heel... dun vlak, zeg maar. Als je te hard gaat, dan is of de muziek die ik maak, is daar niet echt bij gebaat, zeg maar, als het akoestisch is. Dus dat is altijd nog een beetje zoeken naar de balans. Maar wat ik heel eng vond is, maar ik denk dat de mensen dat zelf net zo eng vinden, dat je echt heel dicht op elkaar zit, zeg maar. Er is helemaal geen afstand, wat je op een podium wel een beetje hebt. En daar moet het van een ander ding komen, daar kan je mensen er ook bij betrekken. Maar je zit nu heel dichtbij en het is heel kaal en het is heel, het is wat het is. Het is de essentie van wat muziek is, zeg maar. Wat heeft, zeg maar, die keer dat je nu gedaan hebt, wat heeft dat jou geleerd, dus aanhalingstekens, over je eigen nummers? Dat ik behoorlijk goed ben in het maken van nummers. Maar los daarvan, dat hoef ik niet, dat is niet arrogant bedoeld, maar ik doe wat ik doe en ik denk dat ik, of ik ben blij met wat ik doe, zeg maar. En, maar wat veel belangrijker is, dit soort dingen helpt enorm in je zelfvertrouwen, zeg maar. Omdat je ineens merkt, misschien is het voor andere singer-songwriters niet nieuw, hoor. Maar je wordt enorm, je krijgt enorm veel zelfvertrouwen. En dat maakt dat het vanzelfsprekender wordt, zeg maar, om je muziek te spelen. Heeft het ook, zeg maar, jouw songwriting veranderd? Is het sneller gegaan, makkelijker, anders? Nee, niet in essentie, nee. Ik heb altijd een beetje de mengeling gezocht van veel lawaai, zeg maar, en kleine akoestische liedjes. Maar ik ben wel, maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik heb veel popmuziek gemaakt, zeg maar, en ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee. En dan is de volgende stap niet, voor mij niet automatisch, dan pak je je akoestische gitaar en dan ga je... singer-songwriter muziek maken, maar je houdt er wel meer rekening mee dat een lied ook moet staan in zijn meest kale vorm, zeg maar. Waar ik in de tijd, toen ik voor Del N schreef, zeg maar, was het veel meer ook dat je dacht in arrangementen en zo, weet je wel. Ja. Je bent met 5, 6 man in een groep en dat moet, daar doe je het voor, zeg maar. En dan moet je een beetje de plekken verdelen, zeg maar.